klaar om te crashen? Hou je vast, haal maar eens goed adem voor een uniek programma. Waar de grenzen tussen strips en tekenfilms vervagen. Om je mee te nemen in een album en de pagina's om te slaan, zijn hier je gastheer en gastvrouw Henry en June. Ha, die kablammers. Welkom bij de show die in Nederland hoger gewaardeerd wordt dan Goede Tijden. En vandaag nemen we je bijna live mee op een reisje door de Kablam Studios. Wij maken van jou een tekenfilmster. Kunnen we even doorrijden? Ik zit hier te stikken. Wat u wilt, hoor. Meneer Voet, niet stoppen voor de pret echt op is. Onze tour begint hier op de Prometheus Boulevard, waar u aan uw rechterhand het huis van het gekste kind op tv ziet, Loesje. En kijk goed, sterretje spruiten, want daar heb je Loesje zelf. Nee maar mensen, kijk daar nou! Kablam, supersterke, superblote superheld is nu super dichtbij. Ha, die vlees! Henry, dat is vlees niet. Het is gewoon een blote man. Hé, hey, jij! Hier blijven! Oeps. Je weet nooit wat je te zien krijgt in de Kablam Studios, hoor. Maar wat je nu gaat zien, weet ik wel. Actieteam, nu! Locatie, Salontafel TV Studios, waar het schaarst geklede lid van het actieteam op het punt staat zich bloot te geven ten overstaan van een miljoenen publiek. Vandaag praten we over huilende helden. Vlees, jij hebt eigenlijk alles. Je bent supersterk en superhip en toch mis je iets. Dat klopt, Lola. Kleren. Dat ook, maar er is nog iets anders, hè? Je hebt je ouders nooit gekend. Zo is het toch, Vlees? Ja. Ik heb ze nog nooit gezien. Ja, ik weet het, dat doet pijn. Maar wat zou je ervan zeggen als ik je vertelde dat ik een fantastische verrassing voor je heb? Dan zou ik waarschijnlijk zeggen, is het een gevulde koek? Iets veel mooiers, Vlees. Hier zijn je verloren gewaande ouders. Mami? Papi? Vleesie! Oh. Dit gezinnetje is weer gelukkig herenigd. Vertel eens, wat gaan jullie doen om al die verloren tijd in te halen? Oh, we hebben zoveel plannen. Grote plannen. Actieteam nu. Met Vleeslijke Man. Hij is supersterk en superbloot. Donderse Griet, die vliegt als de donder. Stinky Duiker, een voormalige marinecommandant met een houding zo verrot als een adem. En Smeltman, die de kunst van het smelten verstaat. Vandaag de aflevering. Vlees en bloed. We treffen onze helden in het actiehoofdkwartier, alwaar zij zich oprecht verheugen over deze vleeselijke hereniging. Waarom komt hij wel op tv? Gewoon omdat hij bloot is. Je zou mij eens in mijn nakie moeten zien. Ik heb een goddelijk lijf. Intussen halen de herenigde gezinsleden in wat ze al die jaren hebben gemist. Mami, papi, al die tijd heb ik me één ding steeds afgevraagd. Misschien kunnen jullie het me nu eindelijk vertellen. Ben ik altijd zo bloot geweest? We hebben geen tijd voor vragen. Kijk eens, we zijn thuis. Jampie, is dit ons huis? Dan moeten we wel erg rijk zijn. Rijk! Nog niet. Ik bedoel, ja, tuurlijk zijn we rijk. Gossie, krijg nou niks. Ik ben de sleutels vergeten. Zoon, tik jij dat raadje even in? Zoon? Oh, wat heerlijk. Ah,
een zieke tent. Dit is echt een goudmijn. Wat zeg je, pap? Oh, ik zeg dat dat zal nog een hele klus zijn. Alle waardevolle spullen moeten naar de auto. Ik help je wel even. Dit gaat nog makkelijker dan ik dacht. Ik vind dat blote basje zo om mijn vinger. Af en toe gaan pa en... Wow! Nog een keer, oh. Intussen vegeteren onze actiezeppers maar zo'n beetje door. Nieuws, vleeselijke man en twee criminelen die ze voordoen als zijn ouders... zijn betrapt door een videocamera terwijl ze huizen heel veel geld leegroofden. Af en toe gaan pa... Hé, hey, waarom is Vlees de hele tijd op tv? Zo fantastisch is hij niet. Stelletje uilskuikens, Vlees heeft een groter probleem dan een sneeuwman in een stoombad. Erop af! Nou, dat was het wel, geloof ik, zo'n wat beetje. Wat goed van je, jongen. En nu de vlucht weg. Ik bedoel, vlug weg. Oké, iedereen blijven staan. Oh, nou ga jij dan maar, chef. Hallo allemaal, willen jullie mijn kamer zien? Het is jouw kamer niet, Vlees. En dat zijn niet je echte ouders. Echt niet? Natuurlijk wel, jongen. Kom, we gaan er van tussen. Zeg, weet je waar jullie heen gaan? De rivier in, stelletje neppers. Vleesje, hou ze tegen. Denk aan je vaders bloeddruk. Ik ben helemaal in de war. Wat moet ik nou doen? Kan. En wat betekent dat trouwens? Je zult het zien in de keiharde ontknoping van... Actieteam nu!